Op de manege spraken we met Sabine. Ze is een medewerker van Stichting KAP en ze vertelde ons alvast een beetje over het meifeest. Wij organiseren de meifeesten om de kinderen met beperking ook een leuke vakantieactiviteit te bieden. En om ze te laten integreren met kinderen zonder beperking, zodat de kinderen zonder beperking en met beperking leuk samen kunnen werken en samen plezier kunnen maken. Tijdens deze 4 dagen worden er allerlei activiteiten georganiseerd. De meeste activiteiten hebben met paarden te maken, maar er zijn ook activiteiten die niks met dieren te maken hebben. We gaan natuurlijk de paarden verzorgen, heel veel plezier maken, paardrijden, paardrijlessen, we rijden met de koets. We gaan knutselspannetjes doen, we gaan voltigeren, dat is kunstjes maken op het paard. Ja, en ja, alles wat erbij komt. Sabine is al vaker betrokken geweest bij een meifeest. Ze weet dus precies waarom het zo leuk is om naar het meifeest toe te komen. Nou, je werkt met paarden, je werkt in de buitenlucht, je werkt samen met elkaar, je maakt plezier, we gaan leuke dingen doen. Dus ja, wie wil er nou niet komen? Stichting KAP wordt niet gesteund door de gemeente Nijmegen. Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die de stichting financieel kunnen steunen. Deze zijn er al, maar meer steun is altijd welkom. Nou, je kunt steunen door via de website de link op te zoeken en een donatie te doen. We kunnen ook goede oude paardenspullen gebruiken. Die worden weer verkocht. We hebben een kledingcontainer waar kleding verzameld wordt. En de opbrengsten gaan ook naar Stichting KAP. En die staat op onze locatie op de Winkelsteeg.